Hallo allemaal. We staan hier eigenlijk voor een hele mooie reden voor de Make Sense campagne. Wat ik vandaag wil doen is samen met... Gaan we een mooi gerechtje maken om te laten zien dat lekker eten niet afgelopen is bij de diagnose keelkanker of halskanker, maar dat het ook kan. Hoe gaat het eten nu? Dat is het werd een zonde. Dat is eigenlijk eerst een tennis, een zaadje. Maar ik mag zuur bij eten. En dat doe ik wel, maar het moet heel glad zijn. Ja. Het moet niet, het moet er geen stukjes in zitten. Nee. En dat is niet zitten. Nee, dus alles moet gewoon eigenlijk helemaal glad zijn. Gezeefd. Ja, gezeefd, glad. Ja. Oké. Nou. En dan gaat het. En als je zelf thuis kookt, dan eten jullie ook allemaal dan op dezelfde manier? Of? Ja, eigenlijk wel. Mijn moeder die kookt altijd heel graag, zolang ik me kan herinneren. We hebben heel veel samen gekookt en dat doen we eigenlijk nog steeds. Wat ik heel bijzonder vind, is dat ze eigenlijk, ondanks dat ze zelf niet meer kan eten, nog steeds elke dag voor ons kookt, voor mensen kookt. Ik word niet meer thuis uiteraard, maar als ik er ben. Het pakt echt heel graag uit. Ja. Dus ik vind het best knap dat ze dan nog steeds ook zo goed als op smaak kan doen. Ja. Maar ze eet dan zelf niet mee. Nee. In het begin was dat best wel lastig of ongemakkelijk. Dan zitten we allemaal heerlijk te eten. En dan zat zij ernaast met haar zonde. Dan kon ze eigenlijk niks eten. Lijkt me ontzettend lastig als je zo van koken en van lekker eten houdt. Dat je altijd ook de neiging om in die pan. Dat je gewoon wil proeven. Ja. Ja. Dat moet het heel erg zijn. Ja. Dat is vreselijk. Met wind. Ja, ja. Het grappige is, golven doe je niet alleen met je hoofd, met je lijf. Ja, ja. Het zit van nog in je lijf. Als je er zout in moet doen, dan weet je met handen hoeveel het moet zijn. Ja. Dat is van golven heel fijn blij vinden, is dan goed ruiken. Dus ik zou het door de pannen moeten oppassen met een vel. Ja. Maar dat is die geur alleen maar. Ja, ja, ja. Heerlijk. Ja, die geur blijft natuurlijk hetzelfde. Ja, het maar, blijft hetzelfde. Maar natuurlijk, wat in mijn vak een van de belangrijkste dingen is altijd met koken, is natuurlijk de geur en de smaak, maar ook het mondgevoel. Ja. Wat ook weer een reactie brengt naar je hersens toe, hoe je het beleeft. Ja, dat ligt bij mij. Dat heb ik niet meer. Nee. Maar wat ik wel heb, is dat als ik zo dan de pannen als een schade het eerst op tafel zet en dan zitten met de mensen te eten. Ja. Ja, dan die gezelligheid. Van de mensen dat je ziet dat ze genieten en dat ze... Dat ze leuk in is. Nee, dat snap ik. Dat is eigenlijk ook waarom ik een restaurant heb, is dat gewoon niet voor die rekening, maar dat mensen als ze weggaan gewoon de glimlach en zeggen van we hebben heerlijk gegeten of we hebben genoten. Ja. Nou, wat gaan we doen? We hebben een van onze klassieke gerechten. Is eigenlijk de bloemkool. Hoe mijn moeder hem maakte, dan was de bloemkool moest toch gaar gekookt worden. En als je hem, laat maar zeggen, aanraakte, dan viel hij uit elkaar. Nou, dus ik heb altijd eigenlijk een hekel gehad aan bloemkool. Tot ik dit een keer proefde, dit gerecht, in Denemarken bij een chef. Dat iemand gebakken die bloemkool. En door het bakken krijgt hij veel meer smaak. Maar dat gaan we vandaag natuurlijk een beetje anders doen. Dus ik zit even te denken van hoe we dat gaan aanpakken. Dus wat ik wil doen, ik wil eigenlijk gewoon alle bereidingen gewoon hetzelfde laten. Alleen we gaan de bloemkool pureren en de kaas pureren. Dus dat je wel die smaken en die truffel, dus je krijgt de kaas, het ziltige, de bloemkool, het zachte, een beetje bijna romige en het zoetige van de bloemkool. En dan die truffel erbij. En ik denk als je dat zo dan met één hap gaat nemen, dan alle drie de dingetjes, klein beetje bruine boter eroverheen. Nee, het is echt drie verschillende smaken. Ja. Ja, ik denk dat dat ook iets is van, natuurlijk, je hebt de neiging om alles bij elkaar te gooien, blenderen, zeven en van een soort olfa-rit-achtige babyvoer. Dus maar ik wil wel proberen om die smaken toch los van elkaar op het bord te gaan doen zometeen. En dat je echt het verschil gaat, dat je een beetje zo gaat eten. Dat is heel fijn. Ja. Want meestal is dat met de mensen is... Ja, zo'n babyvoer. Ja. Alles door de blender. Ja. En dan vaak ook een hele kom. Ja. En zegt hier uit je muur. Ja. Dus je moet ook. Ik denk dat het juist belangrijk is dat het er gewoon nog lekker uitziet. Ja. Spannend. En dat je ook de dingen nog een beetje los kan proeven. Ja. Als het maar zacht is, natuurlijk. Ja, als het maar zacht is.
Dit is bruine boter. En dit zijn ook van die leuke dingen. Ja. Dit heeft al veel meer smaak dan eigenlijk gewone boter. Dit is eigenlijk gewoon 3 pakjes roomboter. Ja. Bruin laten worden, uit laten bruisen. En dan haal je het schuim eraf. En dan kan je dit eigenlijk gewoon af laten koelen in je koelkast houden. Ja. Wat ook lekker is, dat je bijvoorbeeld dit laat afkoelen en dan in zo'n ijsblokjeszakje giet. En dan heb je altijd van die blokjes bruine boter die je even nog door een gerechtje kan doen. En dit zijn wel dingen, als je gewoon niet meer de structuur kan eten, wordt smaak denk ik veel belangrijker. Ja, zeker. Ja, en dit geeft zoveel meer, dat gebranden, het maakt het echt wel rijker. Ja, noten. Kijk. Mooi. Zie je, mooi goudbruin. Ik heb een klein beetje vocht zo erbij en straks doe ik met een bakje af en toe eventjes arroseren, dat hij in de oven nog een beetje die bruine boter krijgt. Dat is de crème van kaas. Mooi. Mag ik proeven? Heerlijk. Is het Hersen. Ja? Ja, kan je het goed doen? Hersen. Ja? Dus deze mag hier in dit bakje eruit gehaald worden. Deze was volgens mij? Ja, die mag naar de anders. Of je mag hem uitlikken? Ja. Nee. Ja, dat is. Ja, deze. Nee, ik heb. Deze moet weer uit, hè? Ja. Ja, dat was het? Nee, ik ben oké, man. Vlees en zo, stoofvlees. Ja. Dat wordt ook dan fijn gemalen. Ja, dat deed je eigenlijk niet. Hè? Nee. Dus het is wel puur vegetarisch geworden en. Nee, wel. Dat is van mijn man, maar het wel. Ja. Maar dat lijkt me echt als je zo mee vlees lief hebben. Nou, dat is het wel. Ja. Maar het gaat voorbij. Nee, maar oké. Okay. Ja, dat gaat anders denken. Ja, je gaat wel anders denken natuurlijk. Nee. Prachtig ziet hij uit. Ruikt ook heerlijk. Mm. Ja, is mooi hè? Ja. Oh, bijna een bloem. Ja. Je ziet dat hij super krokant. Dan mag het hierin. Oké. Okay. Nou, je voelt hem dat hij lekker knapperig is. Ja. Een bruine, ja. Ja, super, want dan heb je ook gewoon nog een beetje die bite, dat crispy. Het is wat meer gekarameliseerd die buitenkant, dus het is gewoon je krijgt verschillende lagen in die smaak van die bloemkool. En nou, restaurants waar dat je gewoon van tevoren, je hebt volgens mij dan bepaalde restaurants waar je naartoe gaat, die je rekening mee houden? Ja, zeker. Ze zijn altijd heel aardig. Meestal als wij gaan eten, mijn moeder en ik gaan eens in de 6 weken ongeveer, met z'n tweeën uit eten. Dat vinden we altijd heel erg leuk en dan kletsen we lekker rustig bij met elkaar. En dan schrijf ik altijd bij de reservering dat mijn moeder heel graag meegaat, maar niet goed kan eten. Ja. Reageren ze altijd heel aardig en dan hebben ze vaak ook wel dat ze dingen klaarmaken. Alleen het probleem is vaak dat moeder toch, helemaal als het ook donkere gerechten zijn van kleur of dat het veel is, dat ze ook snel een beetje kwelt en dat ze het dan ongemakkelijk vindt om dan... Dan is het en de mensen die er omheen zitten en het praten en dat eten tegelijk, dat is dan een beetje veel. Hè? Dat is dan moeilijk. Meestal neem je dan een toetje, neem je dan een beetje mee. Mensen reageren daar gewoon, als je gewoon iets hebt meegemaakt of een ziekte of iets, dat mensen reageren gelijk op het uiterlijk vertonen. Ja. Dat is heel, heel... Ja, mensen testen dat het van de hand hebben gedaan. Ja. Maar dat vind ik juist fijn dat jij gewoon het blijft doen. Dat je meegaat, dat je wel naar huis. Ja, tuurlijk. Je moet ook gewoon eigenlijk scheid aan hebben, en, toch? Het is scheid. Ja, precies. Ja. Wat voor wijn drink je daar? Veel. Ja. Nu goed opletten, man, moet je dat heel mooi op het bordje krijgen. Ja, precies. Mooi hoor, het is een beetje yin-yang. En mooi, dat is een neus op te Ja. Nou, dan hebben we een beetje de jus. Ja.
eigenlijk allemaal. En dan doen we wat lager met die. Wil je dat proeven? Ja, jullie. Ai, ai, lekker. Nou, jij eerst, man. Ziet er echt heel mooi uit. En neem me dan meteen van alles wat. Eigenlijk moet je gewoon lekker zo een beetje. Van alles een beetje. Ja. Super zacht. Ja. Lekker? Heerlijk. Heerlijk, ja. Lekker, je kan het gewoon goed eten. Nou, ik denk dat dit echt het meest verfijnde gerecht is dat je na je operatie in ieder geval hebt gegeten, hè? Ja. Ja, lang verwerkt. Hè? Ja. Zo lekker, ja. Ja? Ja. Geweldig. Daan in de oog van. Oké. Lekker. Fijn. Ja, wat fijn, ja. Neem dat eens even voor zes. Het is als een emmertje het verstandpje. Ja, dat is fijn om te horen. Wat goed, man. Heerlijk. Ja, het is heerlijk. Het is ook heerlijk. Gerecht is gelukt, toch? Zeker. Wil je dat nou ook maken? Kijk dan op www.alsetenevenmoeilijkis.nl. Daar staat dit recept op en heel misschien volgen er wel meer recepten. Eet smakelijk!